Kaisa Ram Ram, कैसे आप बैठो? खुद प्रिमा। हाँ, आज के दिन ने मैं फ्राग फॉर फंडाग वास सत्संग के बारे में अभी आप बोलो, हम बात कर रहे थे सत्संग उसके बाद या ऊपर एक सौ आशा मत जब यहाँ से कल यहाँ हमसे पूछते सो के कहीं ना तोड़ के ना खेल या फंडा है पे कल आंतोर तो रब सत्संग कौन सी है कल यहाँ को मरने गए रहे पंडित आई के अपन काम कर रहा है ये पंडित के सेह फंड दिस इज ओक सत्संग तो दिस दैन हे मैं दैट एंड आई थिंक सत्संग दैट हे टेन uitleg gegeven. Satsang is iets positiefs, mijn inzicht. Dus is gisteren heb ik het geleerd. Het is iets positiefs, dus het is een samenkomst van mensen waarbij je van elkaar kan leren. En ja, ik denk dat het is hoor, dat in positieve zin. Uh-huh. Ik weet niet, jij haalde een voorbeeld aan van een aantal vrienden, borrelvrienden. Is dat ook satsang? Jij bestempelt als satsang, maar ik zeg nee. Satsang is positief, in positieve zin bedoeld, in mijn perceptie. Waarom dan niet zo ja. In mijn perceptie is het iets, is een, oh, ik heb woord dat je zegt, om, is positief. Dat je geen misuse krijgt, je moet het niet, in negatieve zin. Of gaan spotten of wat dan ook. Maar in mijn ogen, als je zegt, die borrelvrienden daar, is op satsang mee, dan komt het bij mij over als een, je spot met dat woord. Ja. Dat mag niet. Mijn inziens hoor. Ja. Oh, Bakkie, hem deze zoetje. Ik dacht eigenlijk, satsang, het woord begrip, per definitie, wordt ook betekenis, is het samen zijn. Samen zijn, je hebt het woord samen zijn aangehaald. Goed, samen zijn. Met welke vrienden? Met wie? Je buurtmensen? Je goede vrienden, je slechte vrienden? Maakt niet uit. En daardoor kom je in die stroomversnelling. Niet meer terug. Daar komt een kind bijvoorbeeld die bevriend raakt met een jongen die niet de goede richting opgaat. Nou, hoe is dat sanctie? जाके भविष्य में आगे में चल के वही सत्संग से वो रास्ता पे चल जाएगा और जो मंदिर जाए मंदिर की चीज सीखी एक वेट एवं उद्वाद वाचे दारे आपको सेंड तू ये बन फील 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 मेरे इन कांटेक्ट में पंडित इंडी आला शूट में ऐसे पंडित फाकर बोले जैसन तोर संगत रही फर्टेल Zeg me wie je vrienden bent en ik zeg wie je bent. Oké, ja, dat bedoel ik met het woord satsang. Ja. Kijk, elk woord is voor vele interpretaties vatbaar. Uh-huh. Jij interpreteert het op jouw manier, het is goed. Ik interpreteer het op mijn manier. Jij draagt een andere bril, ik draag een andere bril. Mm-hmm. Het is jouw zienswijze en dit is mijn zienswijze. Geen discussie hierover voor mij. Dat okay. Stopt hier voor mij. Hoe beleef ik het? Hoe beleef jij het? Welke interpretatie geef jij? Welke interpretatie geef ik? Het is des persoons. Goed. Aapke dhanyabad, heel hartelijk bedankt Gisela voor vandaag. Vandaag is de dag en Govinda Jai Jai, Gopala Jai Jai, Govinda Jai Jai, Gopala Jai Jai. Ye vandana aap sunenge Shri Krishna Bhagwan ki awaaz hai jo. Gisela, aapke ek shubh din. भाई ये एक्सेल ऑफ द हरे कृष्णा एक्सेल